Dit is HHCTV, mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties. Thomas Bakker, wat hadden jullie vandaag goede zaken kunnen doen? Ja, sowieso. Ja. Als je kijkt dat wij nu met het team zo geknokt hebben, zeg maar, om de positie waar we nu staan. En we hebben eigenlijk die directe concurrenten, die heb je gewoon binnen handbereik. En weet je, iedereen heeft het over elke wedstrijd en finale. Maar vandaag had je gewoon hele goede zaken kunnen doen. Ik heb geen idee wat de concurrenten hebben nu gedaan. Maar helemaal op basis denk ik, van de eerste helft en de strijd die wij geleverd hebben, is het toch wel heel zonde dat je hier gewoon niet 3 punten pakt. Ja, Spakenburg verliest onder andere. Dat was natuurlijk wel heel mooi geweest met een overwinning. Maar ja, dat hebben we al zo vaak gezegd. Hè? Van goh, vandaag zouden we wel goede zaken kunnen doen. En net op het moment dat het dan moet gebeuren, gebeurt het weer niet. Nee, ja, dat begrijp ik ook wel. En dat zal misschien ook wel vanaf de kant geroepen worden. Maar ik denk dat je ook vanaf de kant ziet dat we het gewoon steeds beter doen. We groeien er echt in. En de laatste tijd zijn we gewoon hartstikke goed bezig. Vandaag weer een punt. Het belangrijkste is dat je gewoon niet verliest. En dat je een goed gevoel in de groep houdt. En dat goede gevoel, dat is er nu gewoon. En dit geeft, ik ga niet zeggen hoop. Maar wij zijn, we geloven gewoon in onszelf. En dit is gewoon weer een goede basis om volgende week weer te gaan. Ik vond jullie goed beginnen. Dat leverde uiteindelijk ook dat doelpunt op via die penalty. Daarna vond ik jullie wat inzakken. Ik vond jullie eigenlijk het eerste kwartier goed en het laatste kwartier van de wedstrijd vond ik jullie goed. En daarna, de rest van de wedstrijd, heeft, vond ik Linden het spel gedicteerd. Hè? De meeste balbezit, de meeste gecreëerd. Gecreëerd misschien nog niet eens, maar had wel de overhand. Jullie lieten het een beetje lopen haast na die goal, voor mijn gevoel. Ja. Ik denk dat je dat wel goed hebt samengevat. Ik denk niet dat we het hebben laten lopen. Maar je weet gewoon dat hun heel veel individuele kwaliteit hebben. En we zakten iets in. Ja, dat moest denk ik ook wel. Omdat, omdat hun zo goed aan de bal zijn. Dat zie je ook. Het veldje ligt hun gewoon goed. Technische spelers. Dan moet je gewoon dicht bij elkaar blijven. En dat is vanuit een gesloten defensie. Dan moet je gewoon vooruit gaan. Ik denk dat het plan was dat we vandaag wouden. Dat dat goed heeft uitgepakt. Dat zie je. Ze hebben niet veel kansen gehad. Maar dat zij veel balbezit hebben en wat de dominanten waren, vooral tweede helft, ja, daar ben ik het wel mee eens. Heb je nou het gevoel dat je vandaag een punt gewonnen hebt of heb je er 2 verloren? Ja, goede vraag. Ik zou zeggen 2 verloren. Je speelt gewoon weer een goede eerste helft. Je geeft weinig kansen weg en heel veel strijd. Je had hier gewoon vandaag moeten winnen. Klaar. HHCTV is mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties.